Ja, we hebben hem eigenlijk toegewezen gekregen. Enrico Lacroix en ik hebben hem toegewezen gekregen van NOC-NSF. Ik ben bij de laatste 8 geëindigd op het WK. Nou, ja, ook wel de beste 8 eigenlijk. En Enrico Lacroix die heeft medaille gehaald bij het EK dit seizoen. En dat leverde nu dus de A-status op. Ja. Wat betekent dus dat je het heel erg goed doet? Zeker. Ja, het gaat erg goed. Ja. En wat gaat het nu voor jou veranderen? Ik bedoel, wat ga je nou in de dagelijkse praktijk merken van dat jij een bokser bent met A-status? Ten eerste zullen we vaker gaan trainen op Papendal. We zullen nu ook door de week daar te vinden zijn. En als er geen wedstrijden zijn, ook in het weekend. Dus januari, de maand na de feestdagen, dat zal echt een zware maand gaan worden qua training. En ten tweede, ik heb ook nu gewoon financiële ondersteuning. Ik krijg nu gewoon maandelijks een bedrag, een salaris. En ik ga mijn opleiding vanaf januari even op pauze zetten, zodat ik alleen maar op de sport kan richten. En in april op het kwalificatietoernooi op een topfit ben. Ja. Want wat voor opleiding deed je? Ik doe de opleiding Orde en Veiligheid. Dat is een niveau 3 opleiding op het mbo. En het is beter als ik gewoon even nu de komende maanden alleen maar kan focussen op sport. En dat kan nu ook. Ja. Want je vertelde al een maandje of 2 geleden voor het WK, ik kan me al redelijk focussen op boksen. Maar nu is het echt je werk en kun je bijna zeggen dat je profbokser bent. Zo kan je het eigenlijk wel noemen. Ja, ik kan dan 's ochtends gaan trainen, dan pak ik 's middags mooi mijn rust en dan pak ik weer 's avonds een training. Ja. Ideaal dus eigenlijk? Ideaal, ja. Ja, in andere landen hebben ze dit eigenlijk al. Dan is dit eigenlijk de normaalste zaak van de wereld. En ja, we zullen dit echt nodig hebben om de top te gaan bereiken. En als we met z'n allen hard trainen, er met z'n allen in geloven, met z'n allemaal fit zijn, dan moet het goed gaan komen. Want dat je dat geld krijgt, dat betekent ook dat mensen bij het NOC-NSF, die jou die status toegewezen heeft, dat ze wat van je verwachten. Wat verwachten ze concreet van je? Het is een A-status, maar het is geen vaste A-status. Het is tot juni. Als ik me dan niet gekwalificeerd heb, dan vervalt die weer. Dus ik moet ervoor zorgen dat ik me ga kwalificeren voor de Spelen. En als ik nu gewoon volop bij mijn sport kan bezig zijn, dan heb ik er eigenlijk wel alle vertrouwen in. Want dat heb je de laatste tijd ook bewezen, dat jij inderdaad in de groei zit. Hoe moet jij ervoor zorgen dat je de Olympische Spelen gaat halen? In april is er een kwalificatietoernooi in Turkije. Daar moet ik bij de beste 3 eindigen van Europa. En als dat me lukt, dan ga ik. Al lukt het me niet, heb ik nog 1 kans. Dat is in juni, dat is in Azerbeidzjan. En dan moet ik nummer 1 worden. En dat is een wereldkwalificatie. Zeg maar. Die is moeilijker. Ik denk dat die wel moeilijker is. Ja, het zou mooi zijn als ik gewoon in april gekwalificeerd ben. Dan het zou mooi zijn. En nu vertelde je, je bent al bij de beste 8 van de wereld geëindigd. Hoeveel Europeanen zaten bij die beste 8? Met andere woorden, is het mogelijk om bij de eerste 3 te eindigen? Als ik een rekensommetje maak. Dat is zeker mogelijk. Ja, het waren niet zo heel veel Europeanen bij die... Bij die beste 3, in mijn gewichtsklasse is bij het WK toen die Rus is kampioen geworden. Dus die zal niet meer naar dat toernooi toe komen, want die is al gekwalificeerd. Dus er zullen wat andere landen nog daarheen komen. Ja. Maar hoeveel Europeanen zaten daar bij die beste 8 dan? Over die Rus? Volgens mij 4. 4, ja. Ja, dat is toch de helft. Ja. Dus je moet nog even een paar plaatsjes stijgen? Het is een toernooi, zeg maar. Dus er kan van alles gebeuren in het toernooi. Een loting. Maar daar ga ik me niet mee bezighouden. Ik hou me bezig met mezelf. Ik zorg dat ik fit ben. Ik zorg dat ik er klaar voor ben. En dan wordt het vlammen. Dat moet je aanstaande maandag ook. Want het kerstboxschalen, daarvoor zijn we hier. Daar heb je zin in, neem ik aan. Hier heb ik echt naar uitgekeken. Ja, het was, eind november was het NK. Toen had ik te kampen met griep, helaas. En dat was wel een tegenvaller. Maar nadat die griep is weggegaan, ben ik volop in training weer gegaan. Maandag heb ik echt uitgekeken. Want voelt het voor jou als bokser van Rotterdam Boxing ook een beetje als een thuiswedstrijd? Ik woon zelf in Waddinxveen bij Gouda. Dit is eigenlijk een thuiswedstrijd. Ik boks nooit in Nederland eigenlijk. En dit is het moment. En er wacht een Franse tegenstander. Welke naam hoort daarbij? Daar heb ik eigenlijk nog niet naar gekeken. En ik hou me er ook eigenlijk niet mee bezig. Ik zorg dat ik zelf fit ben. Ik zorg dat ik er klaar voor ben. Ik doe mijn ding. En we zullen het wel zien. Maar analyseer je dan niet je tegenstander van tevoren, van dit zijn zijn sterke en dit zijn zijn zwakke punten? In het verleden deed ik dat wel. Ik laat dat gewoon aan de trainers over en die geven mij een strijdplan op. En het wordt een bijzonder decor, hè, in het kerstcircus. Ja, volgens mij kunnen er 3000 man in. Dus ik hoop echt dat het volle tribunes worden. Het zou echt mooi zijn, net zo vlak voor de feestdagen. Dus we zullen het zien. Hè. Ben je er helemaal klaar voor? Ik ben er klaar voor.